gaan zien natuurlijk. Ja, want wij zijn de zachtjes aan de familie die helemaal opgesplitst is. Hè? Enerzijds wonen ze helemaal in Limburg, anderzijds wonen ze helemaal in Spanje. Ja, en we worden allemaal een dagje ouder. En vroeger deden we altijd iets voor elkaar. En ja, dat is niet meer. En dat hoef ik niet duidelijk te maken. Dat weten wij onder elkaar heel goed hoe dat in elkaar steekt. Ik heb gedacht van, nou, dat gaat niet zomaar gebeuren. En ik moet daar wat aan doen. Dus, ik heb een nieuwe spreuk bedacht. Het is de eerste. Ik ben niet weer hier, maar het is de eerste keer. Vandaar dat ik zeg, daar ben ik dan. En daar gaan we wat aan doen. Ik moet wel zeggen dat ik jullie medewerking daarvoor nodig heb. Om het echt leuk te maken, want je snapt. Ik heb het net al uitgelegd. Ik heb niemand die met mij speelt. Dus ik moet het met jullie doen, met z'n drieën. En dat, ik denk dat, ik heb wel iets in mijn hoofd. Trouwens, Arthur, wat mij wel opvalt, dat jij een heel mooi pak aan hebt. Echt, ja, is dit ook te kappen geweest? Nee, een mooie vlinderstrik past mooi bij elkaar. Maar in ieder geval, wat ik wel wil doen, is El, jij houdt onder andere van spelletjes, muziek, ja, dansen. Nou, daar had ik zoiets van, we gaan daar samen wat aan doen. We gaan gewoon een beetje muziek maken. Dat, ik denk dat je dat ook leuk vindt, hè? Dan zullen we daarmee beginnen. Ik denk aan een muziekstuk, de Pas het Door. Ken je wel, hè? Vier vrijwilligers.
De bedoeling is dat wij de muziek spelen. En dan gaan jullie. En dan. Dat is de truc. Wanneer stoppen wij? En waar stoppen? Op het tekenen van het publiek. Als het publiek olé zegt, dan gaan wij stoppen. En ik help het publiek olé te zeggen. Ja, dat is nog beter. Oké, nou dan. Kijk, geweldig. Top. Gefeliciteerd. Zet hem op je nachtkastje. En zet hem erin. Ik wil dat ook even applaus voor uit de hel. Jullie zien al dat we alle markten thuis zijn. Ik heb ook nog een fluit, maar die laat ik niet horen. In ieder geval, we gaan voor het volgende spel, heb ik ook weer vrijwilligers nodig. Ik heb twee vrijwilligers nodig die met mij het volgende spelletje willen spelen. Het is een muzikaal spel. Dat moet wel iemand, die meneer achterin, ja, komt hij bij. Ja, nog meer, want het schiet niet echt op. Zijn er nog meer mensen? Ja, zo. Ja? Zijn er nog meer mensen? Even kijken. Ja, nou, ik ben dol op zenuwachtige mensen. Ja, ik wil het proberen. Nou, dat zal toch heel fijn zijn. Oké, nou, geef die mevrouw een applaus. Ik vind het ontzettend leuk. Ja. Maestro, de muziek.